Als je verlegen bent met jezelf, of met een ander, of met de situatie, dan weet je van binnen, heel diep van binnen, vaak wel wat je zou willen zeggen, maar het komt je strot niet uit. En dan sta je met je mond vol tanden en in dat geval zeg je het maar met bloemen. Ga jij maar even bezig, dan vertel ik wel eventjes belangrijke dingen. Ja? Want we hebben hier een paar bloemstillevens. En deze, dit schilderij, dat is, als ik heel goed kijk, van Tilly Moes. En haar eigen naam, dat is Sophia van Driel. In 1899 is ze geboren, uit Duitsland, verhuisd naar Den Haag. Kunstacademie, tekenacademie. En dat ze klaar en toen dacht ze, nou word ik kunstenaar. Maar ja, hoe verdien ik mijn brood? Dus ze nam een kantoorbaantje en ze ging in de vrije tijd bloemetjes schilderen. Maar ja, dat was niet haar echte werk natuurlijk. En daarom nam ze een pseudoniem, schuilnaam Tilly Moes. In 1927 is ze getrouwd met Dick Bruinestaan. En toen dacht ze, oh, kan ik eindelijk kunst, maar grote kunst maken. Maar ja, Dick was ook schilder en die verkocht ook niet. Dus van narigheid, en zeker toen nog in 1931 een zoon geboren werd, toen ging ze dus van narigheid zich rotschilderen met bloemetjes. Elke avond aan de keukentafel, daar kwam er weer eentje uit. En haar man, die ook grote dromen had, maar ja, tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Dus die ging met die schilderijtjes de boer op, de kunsthandel af, de trein in en dan bracht hij ze daar. En het liep en het liep. En de grote trots van Tilly Moes is geweest dat ze altijd crisisjaren, oorlog, jaren 50, zelf haar kost heeft verdiend. Ja? En ze verkocht ze van 5 euro, 4 euro tot 25 euro. In de jaren 50 werd dat 25 tot 50 en dat liep goed. Ook Amerikaanse kunsthandels kochten er en er werd ze zelfs wel eens voor 3000 verkocht. Maar goed, dat zijn uitzonderingen hoor. Zo tot 1970 heeft ze dat gedaan en toen was ze gepensioneerd. Maar ze had zo'n succes dat die kunsthandelaars, die wilden meer van dat werk. Het zijn trouwens prachtige klaprozen, mooi gedaan. En vandaar dat ze ook al nageaapt werd. Nagedaan omdat het verkocht. En ik was er bijna ingetuind. Ik dacht hierbij, dit schilderij. Jongens, ik heb weer een Tilly Moes. En toen keek ik goed en er staat er Willy Kroes. Dus deze meneer, Willy of mevrouw, is meegelift op het succes van onze Tilly. Er zijn heel veel Tilly Moesen en dit is echt wel een van de mooiere. Op het ogenblik brengen ze op tussen de 50 en de 500 op de kunstmarkt in Nederland. Dan heb ik hier, Cora, een klein beetje opzij meisje en dan kunnen we dat mooie schilderij van Karin zien. Dat is een opkomende ster. Dit wordt echt een blijvertje. Kunstenaar uit Heemskerk. En die doet ook iets met bloemen. Die heeft een beetje iets van de pop art, iets van het surrealisme. Die neemt een bestaansschilderij, hier van meneer Domburg. En die gaat daarmee spelen. Die gaat de werkelijkheid achter die bloemetjes zien. Iets wat Jeroen Bos ook deed. Vreemde wezentjes. Ze zien er lief uit, maar oh hé, straks laten ze hun tanden zien. En wat blijft er dan nog van je over? Of wordt alles kapot gemaakt? Goed, je kunt dus met bloemen heel veel zeggen. Alle kanten uit. En er zit ook heel veel symboliek altijd achter. En Cora, ik weet niet of je al zover bent. En anders vertel ik nog even verder hoor. Want die symboliek die kan zowel religieus zijn, van religie naar erotiek. Als men vroeger bloempjes ging plukken in het veld, Cora, dan wist je hoe laat het was, hè? Dan werd er een eufemisme, een softe uitdrukking voor keiharde liefdebedrijven, Cora. Nou, dat is even schrikken. Verwerk het maar even. En ja, precies. En als je de bloemetjes buiten zette, dan ging je dus buitenshuis. Ja.
de liefde zoeken. Ik ga zeggen dat ik voor dit schilderij, als je het daarmee eens bent, een 9,5 geef. Dus 95 euro. Ja. En dit schilderij, hoewel groter, een 6 minnetje. 5,8. Een halve punt voor de lijst erbij. 6,3. 63 euro. 65. En Karin, die is nog onbetaalbaar, hè? Is nog eigendom van de kunstenaars. Daar moeten we heel zuinig op zijn. Hou er in de gaten. En dan nog, heb ik dat ook al verteld. Het moet allemaal binnen die paar minuten. Deze vaas met bloemen, ik heb een idee. Die zetten we op de veilinglijst van 18 maart. Ja. Als het laatste nummer. Ja. En dan is het een vaas van Günter Lambert met bloemen van Cora Snelle. Nou, dan gaan de mensen toch blij en getroost naar huis. Cora, het was me weer een genoegen. En met deze bloemen, ik vind het jammer dat ik ze zelf niet kan kopen. Ik zou zeggen, werk nog even door. Hè? Dan zie ik straks het eindresultaat.